Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw avontuur. Van de allerbeste pieten die Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw avontuur. Van de allerbeste pieten die Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Dat hebben we toch alweer mooi gered, Testie. Ja. Heb je wat van hoge hoogte gehoord? Nee, huh? Helemaal niets. Weet je, Koele, ik maak me echt zorgen om hem. Over hoge hoogte, Piet, hoef je echt geen zorgen te maken, hoor. Nou, hij had hier toch al lang moeten zijn. Ja, weet je, hoge hoogte, Piet, is zo'n Piet. Die neemt een hele luxe hotelkamer en dan vergeet hij gewoon de tijd. Maar weet je wat belangrijk is? Huh? Dat hij die vervelende tante Toets heeft tegengehouden. Daar hebben we mooi geen last meer van. Precies. Laat dat maar een hoge hoogte, Piet, over. Fufi, kindje. Heb je ook zo'n honger? Ja, als ik niet snel iets te eten krijg, ga ik heel vervelend worden. Dan gaan er hele rare dingen gebeuren, hè? Ja. Hé, hey, jongens, daar heb je hoog hoogte, Piet. Hoi. Eindelijk. Dankjewel, Tom. Graag gedaan, Piet. Hey, schat. Oh. Hey. Hey, joh. Hey, joh. Oh, prof, voorzichtig, mogen mevrouw niet teleurstellen. Ah, prof Piet. Ach, hoge hoogte, wat fijn dat je bent gearriveerd. Oh, wat fijn dat je op me staat te wachten. En met eten nog wel, wat ontzettend aardig. Nou, ik had zo'n honger. Ik weet precies wat ik nodig heb, hè. Dank je wel, prof Piet. Echt, dank je wel. Heel erg fijn. Oh, lekker, zeg. Ik geef die prof Piet nog 2 minuten en als hij dan niet iets te eten komt brengen, dan ga ik het zelf halen. Oh, lekker zeg. Hoge hoogte, Piet. Test Piet. Oh, wat goed je te zien. Oh, hi. Hoe is het? Hoe was je reis? Oh, verschrikkelijk. Als ik je dat eens allemaal ga vertellen. Oh, en tante Toets? Oh, nou ja, tante Toets. Ja, waar zal ik beginnen? Ik trok de dekens weg. Leeg? Nou ja, leeg. Kussens en een krop sla. Heb je beet genomen? Ah, beet. Zeg maar gewoon een beetje. Tussen genomen? Ja, nou weet ik het wel. Oh, wauw. Oh, nee, sorry. Als je eens weet wat ik allemaal heb meegemaakt. Je zou echt heel trots zijn op me. Vertel. Nou, ik ging meteen naar de camping toe. En? Nou, geen tante Toets. Wat? Ja, tante Toetsie Voetsie. De vogel was gevlogen. Nou ja, nee, misschien heeft ze nu door dat Jacob echt niet met haar meegaat. En misschien laat ze Jacob en ons nu al met rust. Oh ja, Test Piet. En dat geloof je zelf. Die tante Toets, die mevrouw van Truffelen. Dat is echt een heel kwaadaardig schepsel. Dat is een heel naar iemand. Dat is echt een verschrikkelijke vrouw. Nou, rustig, hoogte Piet, kom. Ik zal ze krijgen, die brutale, ellendige, vervelende pieten. Ze zijn nog niet vanaf. Niemand zegt zoiets over mevrouw van Truffelen. Niemand! En die prof Piet zal er ook van lusten als hij niet snel iets te eten kon brengen. Ha, prof. Ja? Hoe staat het ermee? Goed. Ja, je hebt het druk, hè, zie ik. Huh? Druk, oh, druk, altijd maar druk. Ja. Druk, hè, druk. Met het maken van mijn wegwijswatertje. Oh, wat heb jij je toch druk, hè? Ik snap niet dat jij nog tijd hebt om te eten. Ach, wat zeg ik nou toch voor stoms? Nee, natuurlijk, jij hebt helemaal geen tijd om te eten. Los! Want jij hebt het veel te druk met het maken van mijn wegwijswatertje. Tutti frutti. En nou, wegwezen! Piet,
Dit hou ik niet meer vol. Ik moet nu iets te eten krijgen. Anders val ik flauw. En dat willen we niet, hè? Nee, dat het vrouwtje flauw valt. Nee. Ik ben bang dat ik zelf de keuken moet zien te vinden. Vivi, blijf. Dus ik loop daar door het maïsveld. Ja. Ik duw alle maïs opzij. Ja. Ik denk dat ik dicht bij tante Toets ben. En wat denk je? Nou? Een vogelverschrikker. Nee. Nee, dacht jij even echt dat... Ja, zo raar is dat toch niet? Ik bedoel, zeg nou zelf. Tante Toets lijkt toch ook op een vogelverschrikker? Ja, maar... Stil eens. Wat? Hoorde jij dat ook? Wat? Beste Piet... Welkom. Hier is Hulp Piet. Ik heb goed nieuws voor jullie. Sinterklaas is er namelijk zo van opgeknapt dat jullie weer meer zijn gaan zingen... dat hij iets voor jullie heeft geregeld. Aankomende zaterdag is er een generale repetitie voor het grote feest. En dat is nog niet alles. Want de generale repetitie wordt op tv uitgezonden. Nou, jullie komen dus op televisie. Nou, niet allemaal natuurlijk, maar wel een aantal van jullie. En daarom heeft Sinterklaas voor mij een doos met loodjes gegeven... waar ik dan nu de namen van alle pieten die mee mogen doen uit ga trekken. Oké. Daar gaat hij. Zijn jullie er klaar voor? De eerste Piet... is Testpiet. De tweede Piet is Koele Piet. En dan trek ik nu de derde Piet, Prof Piet. En nou komt de vierde en laatste Piet, Muziek Piet. Beste Hoge Hoogte, hebben jullie dat gehoord? Ik mag zingen, ik mag eindelijk zingen op televisie. Ik ben zo gelukkig. Ja, 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 ja. Gehoord, ik mag zingen, eindelijk zingen op tv. Oh, prof, ik ben zo gelukkig. Nou, zaterdag? Ja, zaterdag. In de grote generale. Zaterdag? Zaterdag. Vind je het geen goed nieuws? In de grote generaal. Ja, dat heeft Sinterklaas speciaal voor ons geregeld. We komen op tv zaterdag. In de grote generalen. Ja. Oh, maar het is geweldig. Oh, Tess, kom. Dan moeten we snel gaan repeteren, want ik kan ze zaterdag wel iets laten horen. Ik kom ook. Ja. Psst. Psst. Hier, sloom stoethasp, dat je er bent. Mevrouw. Waar is mijn eten? Je zou eten voor me brengen. Ja, maar... Ik zit hier uren op je te wachten. Maar u mag hier helemaal niet zijn. Straks zien ze u. Ja, als ene profpiet zo sloom is om me geen eten te brengen... dan zal ik toch zelf iets moeten ondernemen, hè? U moet hier weg. Ik breng u naar uw schuilplaats. Afstapje, pastoor. Ja, dit kan het. Middag. Ja, voorzichtig. Ja, ik beloof u echt... dat ik binnen 3 tellen bij u ben... met dierlijkste gerechten. U zult smullen. Dat beloof ik u. Ja, ja. 3 tellen en geen tel langer. Hè? 1. Oh, 3 tellen en geen tel langer. Nee, nee, nee. En nog eens nee. 3 maaltijden in een uur is meer dan genoeg. Ik zou eens naar een dokter gaan, Prof Piet.
Maar volgens mij is het helemaal niet goed dat jij zoveel eet. Dokter, wat nou, dokter? Jullie vergeten zeker dat ik zelf ook nogal veel weet. Zie dit hoofd? Dit hoofd verzet in een half uur meer werk dan jullie in een hele dag dit hoofd denkt. En borrelt. Dit hoofd heeft geniale invallen. Dit hoofd heeft dringend behoefte aan eten. Prof, nog één keer dan. Maar het is dan ook echt de allerlaatste keer, pardon, ja? Dank je wel, keukenpieten. Mijn hoofd en ik, wij allebei, zijn jullie je zeer dankbaar. Dank je wel. Zeg eens dank je wel, hoofd. Zeg eens dank je wel. Wat? Dank je wel, hoofd. Nee, gewoon dank je wel. Zo goed, prof. Ja, heel goed. Dank je wel. Dank je wel, hoofd. Dank je wel. Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw.